Yo mensen, welkom bij een nieuwe vlog. Ik zou vandaag de allerbeste dag uit mijn leven beleven. Kan nog steeds trouwens. Alleen dus, ik zit in mijn auto. En ik heb vannacht de lichten aan laten staan. En ik moet naar Breda, want de auto die start niet meer. Dat moet mij ook echt vandaag overkomen. Oké, dus wat er is gebeurd, ik heb Sait gevraagd dat hij zou meegaan of hij misschien naar mijn appartement kon gaan rijden. En dan pikt hij mij daar op en dan gaan we vanuit daar naar Breda. Dus dit is niet zo ver. We moeten het maar doen, ik moet de TomTom even meenemen. En dan kunnen we gaan. Ja? Ja. Ik ben er nog wel. Daarom een leuke auto. De reddende engel. Oh mijn god man. Ik was in de stress vanmorgen. Ik dacht, nee, toch niet. Nee, dat kan niet. Kan het niet. Kan het nog een keer. Hoe laat moet je dat zijn? Kwart voor 12. Oh nee. Dat is wel te doen, ja. Ik kan me verkeerd ingelezen op de tijd zeg. Oh, zo. Dus ik dacht eerst kwart over 11, maar we hebben gewoon een half uur extra, dus dat scheelt. Ik had mijn wekker gezet om 8 uur. 8 uur. Ik kon mijn wekker zo gaan. Jullie, het kost pas half drie tijd. Ja, prima, doen we de volgende dag. 8 uur wakker, ik denk, oh joh, kut, om een half uur zijn ze er al. Snel douchen, omkleden, dit dan. En ik las me wel mee. Ik zei, ja. Ja, auto start niet meer. Waarom? Ja, licht heb ik aangelaten. Ik zeg, nee, niet nog een keer. Ik heb dus de auto van een vriend van mijn zus. En als je het licht niet uitzet, dan dat lamp of dat geluidje, dat werkt niet. Dus je hoort niet als je hem aan laat staan. Dus vandaar. Nee, je weet dat niet. Ja, precies. Altijd controleren. Altijd als je de auto uitstapt, gewoon controleren of je licht uit te staan. De ezel stoot zich niet drie keer aan dezelfde steen. De eerste 10 keer ging het goed zijn, maar daarna... Sait trok net al echt een beetje op met deze auto. En ik vind dat deze auto al best wel snel gaat. Maar ik werd dus extra zenuwachtig over straks. Dat alleen maar. Oh, ik heb nog niet gezegd wat ik ging doen. Oh. Dus dat wordt waarschijnlijk weggekipt. Ik heb al nu een beetje in mijn onderbuik zo'n... als je achtbanen ingaat in het pretpark, dan voel je ook al in je onderbuik zo'n kriebelen, zeg maar. Kriebels. En op dat moment, op dit moment heb ik dat nu ook. En ik ben benieuwd hoe het gaat naarmate we richting Breda komen. Pilot. Ja, we zitten lekker op cruisecontrol. Dus dan is de file wel erg zuur inderdaad. Oké, mensen, we zijn nu in Breda. En ik krijg gewoon buikpijn. Als een klein kind die nu gewoon... Hè? Die nu niet krijgt van zijn verjaardag. Jezus, het is wel echt heel vet. En jullie zullen het ook bijna zien, net zoals ik. Het is nog 4,6 kilometer en ik moet even op de navigatie kijken. Naar rechts of rechts. Yes. Dus de plek waar we moeten zijn is echt 2 minuten naar links. Maar we hebben de McDonald's gezien. En we hebben allemaal nog niet ontbeten, dus dat is 20 voor 11, maar niks uit. De geschikte plek en tijd om te gaan ontbijten natuurlijk. En ze hebben ook een Mediamarkt. Ja. Opladen. Oh ja. Ik hoop niet dat het gaat regenen. Eet smakelijk. Jij ook smakelijk. Thanks bro. En we zijn vertrokken vanaf de Subway en nu echt onderweg naar het Van der Valk Hotel. Want daar staat namelijk iets op ons te wachten, dames en heren. Degenen die mij al langer volgen, die weten dat ik ontzettend gek ben van auto's. En niet zozeer van auto's in het algemeen, maar ook weer wel. Maar vooral... Eén specifieke auto. Eén specifieke auto, de Audi R8. En mijn super lieve vriendin die hier achter mij zit, die heeft dus voor mij een uur Audi R8 rijden geboekt. Als verrassing. En dat, ja, daar ben ik echt mega blij mee. Dus we gaan... Nu naar de auto, die staat als het goed is geparkeerd bij het Van der Valk Hotel, dat hier 2 minuten vanaf ligt. En dan gaan we even scheuren. Ik ben super zenuwachtig. En als het goed is, zitten alle opties erbij. Dus ik heb de verzekering voor de zekerheid afgekocht. Maar daar is de verzekering voor natuurlijk. Dat je als ik die auto totaal losrijd, is er niks aan de hand. Ik heb filmopties, heb ik allemaal inclusief. Dus ik denk dat er camera's in. En misschien wel rondom de auto staan. Dus dat kan ik allemaal mooi gebruiken voor mijn vlogs. Dus dat is vet. Maar ik ben wel een beetje bang om eerlijk te zijn. Oké, we
we zijn er. Zal hij er staan? Zal hij er nog niet staan? Om alvast in de sfeer te komen in ieder geval. Of niet? Maar ik ben niet verzekerd. Dat is beter rustig. Ja, inderdaad man. Ik heb geen verzekering afgekocht. Ja, ja mensen, dit is zover. Dit is mijn rijinstructeur van vandaag. We staan hier langs de R8. Echt een ongelooflijk dikke bak. We hoorden hem net al langskomen. Hey! We zijn nog de laatste dingen aan het invullen, maar nu is het dus mijn beurt. We gaan even een stukje rijden, een stukje snelweg misschien. Ja, dat gaan we zeker doen. Ja. Filmopties zijn inbegrepen, dus ja, ik heb enorm veel zin in ieder geval. Zo. Deurtje dicht. Ik voel me al helemaal thuis hier.
Nou, heb je ervan genoten? Zeker. Nu kan ik echt niet wachten tot ik hem heb. Ja, heel vet. Ja, dankjewel. Graag gedaan. Nou jongens, nu ben ik er toch 100.000 miljoen% zeker van dat ik die auto wil hebben. Die gast gaf me zoveel momenten dat ik het gas gewoon in mocht trappen. En op de snelweg, ik mocht van een 170 rijden, maar daarboven wordt je rijbewijs ingenomen. Dus moest er wel een beetje dimmen af en toe. Maar ja, ik maakte natuurlijk wel gebruik van dat ik constant het gas in mocht trappen. Voor de rode stoplichten, ja, je zag het al, gewoon gassen. En hij zei, ga als je wilt gaan. Dus dat hebben we ook gedaan. Maar ik ben nu onderweg naar de IKEA. Want Said en Ada die zijn daar op dit moment. En dat is daar volgens mij, dat hele grote blauwe gebouw. Dus daar loop ik dan maar even heen. Ik heb van hem ook alle footage gekregen van de GoPro die in de auto hing op een kaartje. Dus die heb ik dan ook weer erbij, dat is super fijn. Maar nu moet ik ze dus gaan zoeken in die IKEA. En je weet hoe groot de IKEA is. Laat staan deze. Dus ik denk dat dat nog best wel lachen gaat worden. Ik ga even kijken of er geen popo is, want dan knal ik hem hier dan langs. Juist, nu. Even rennen. Hey, waar zijn jullie? Hey, ik heb ze gevonden in IKEA. Ik dacht eerlijk dat ik jullie sowieso een half uur aan het zoeken zou zijn. Tot IKEA, zo groot is die zoeken niet toch? Ja, ik vond ze wel. Oh, die is vet, die keuken. Ad heeft echte koekjes gevonden in de IKEA. Pak er eentje dan. Kom, als jij er een pak, pak ik er ook een. Welk zijn die dichtgelijnd? Ja, dat is Zielig. Dat is jammer. Ik heb zijn ook net. Heb je honger? Ja, als je honger hebt, pak dan een, hoe heet dat? Een ei. Een plastic ei. Hier een oven betaald, weet dat? Hé, die is mooi, schat. Kijk. Allemaal leuk en aardig en zo, maar deze. Tomaatsoep. Nee, die burger, man. We gaan even flink wat... Hey. Zij gaat even flink wat snoepjes uitkiezen. Sowieso deze, die wil ik. Ja, die wil ik ook. Chocola. Ja, doe maar erin. Oh, wacht, dat is een banaantjes. Fuck it, ik heb het niet. Oh, fuck. Jongen, ik ben zo loopbaar. Die gaat er helemaal met je hoofd in. Laat mij eens even kijken wat we hebben uitgekozen. Mm. Die snoepjes zijn lekker, maar ik mis toch wel die jamin snoepjes. Van die standaard dingetjes die altijd... Wat mis je? Ik vind die snoepjes niet zo heel lekker even. Niet? Mm. Ja op meevallen. Zich, het is lekker omdat het snoep is, weet je wel. Maar ik mis toch die dingetjes die ze eigenlijk overal hebben, die must-haves, zeg maar. Alleen die hadden ze hier er niet bij. Ja. Jammer, hè? Ja, best wel. Ja, colaatjes ook voldoende, toch? Hey, hoe kan zit je Antwerpen? Ja, yeah, en mensen, we zijn in België, alleen morgen hier helemaal niet te zijn. We zijn denk ik fout gereden, dus we moeten even kijken waar we wel naartoe moeten. Zal ik dadelijk eventjes checken op jouw telefoon met GPS? Lekker afstand. Maar ik ga eerst even de eerste afstand geven. Ja, doe dat maar man, want dat was niet de bedoeling dat we in België zouden uitkomen. Heb je paspoort bij? Dan rijbewijs. Verder zijn we wel gewoon helemaal settled. We hebben namelijk hier gewoon langs ons snoepjes. Cola, Flitsmeister aan. Ik heb ook nog een colaatje. En een enorme soeplepel. Is er nog een soeplepel? Ja. En dat lijkt het op. Als dat jouw soeplepels zijn, dan... Bro, ik heb hele reis geslapen, maar... Thanks. Maakt niks uit, man. Wow, dat was even wakker worden, man. Oh, je hebt een heftige dag gehad. Ja. Hey, luister, ik had vandaag afgesproken om rustig vandaag de dag te beleven samen met Johnson. Een beetje fit gaan doen. Breng nog andere 6 mensen mee. Kijk eens hier dan, daar doen ze nog eentje. Ik heb niet eens drinken voor jullie allemaal. Vlog, ja, dat wil ik dadelijk afpassen. Maar ik heb eentje al Jantje gegeven.